Waarin Jetse Bult en Eva Bolland ten overstaan van ouders, familieleden en vrienden God zegen vragen over hun huwelijk. En op deze feestelijke dag mogen we weten dat God erbij is in ons leven, in het leven van het bruidspaar, in het leven van ons allen. En ter voorbereiding op deze kerkelijke inzegening willen we nu door middel van een stil gebed God zegen vragen en zijn nabijheid. Ik wil u vragen om te gaan staan. Laten wij ons nu in stilte bidden richten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die niet laat gaan de werken van zijn hand. Amen. Namens de Heere God mag ik u en jullie allen groeten met genade. Warmhartigheid en vrede. Het zijn met u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. In deze feestelijke trouwdienst willen we nu ter aanbidding in ons hart en in gedachten meezingen met de woorden van opwekking 812. What a beautiful name. Was great, your love was greater.
Laten wij nu met elkaar samen bidden, God vragen om zijn aanwezigheid. En aansluitend op het gebed zingen we zo direct de woorden van opwekking 789. U leert me lopen op het water. Laten wij met elkaar bidden. Trouwe Heer, Vader in de hemel, dank u wel dat we deze avond, deze prachtige locatie, op deze mooie dag, bijeen mogen zijn om getuigen te zijn van het ja-woord van Jesse en Eva. Ze beloven trouw naar elkaar in goede en kwade dagen. Zeggen ja ook tegen u ten overstaan van familie, vrienden en de gemeente. Heer, we mogen weten dat u erbij bent. En ik vraag u, Heer, wilt u met uw geest in het hart van het bruidspaar werken, dat ze mogen ervaren en mogen ontvangen uw rijke zegen. U bent er vandaag bij. En zo danken we u dat u Jesse en Eva aan elkaar hebt gegeven. Dat ze nu deze stap ook samen verder mogen gaan. Gaan onder uw nabijheid en geborgenheid. U bent erbij in het leven van het bruidspaar. U bent hier in ons midden. Als we onze liederen in gedachten meeneurien of zingen, dan is het allemaal anders dit jaar dan voorgaande jaren. Het coronavirus is er nog steeds. En dat zal ook nog zo wel een tijd waarschijnlijk blijven. En toch zijn er ook allerlei kansen en mogelijkheden en zien we uitdagingen. En dan is het geweldig om hier in de open lucht uw woord te mogen doorgeven. Dat dat mag en kan in ons land, dat is een groot goed. Daar danken we u. We danken u voor alle goede dingen. Maar we denken ook aan hen die we missen, die we nog graag bij ons hadden willen hebben. We zien ook gebrokenheid in relaties. Of misschien zit je hier en ben je alleen en verlang je zo naar een partner. Misschien zit je hier voor het eerst, hoor je muziek die gaan over u, over het geloof. Je hoort straks het woord. Dan kan alles heel erg op je afkomen. En dan vragen we, Heer, wilt u ons dragen in dit uur dat we met elkaar uw naam mogen grootmaken. Komt u zo in ons allen met uw geest. Geef ons uw genade, uw vrede, uw liefde. Wilt u erbij zijn als we zo het woord openen? In de naam van Jezus, uw Zoon, bidden we dit alleen. Amen. Yeah.
namens onze gemeente Eva en Jesse mag ik jullie alvast de trouwbijbel als herinnering aan deze dag overhandigen. Ik spreek de wens uit dat jullie hier samen veel uit gaan lezen en dat jullie relatie met God hierdoor versterkt wordt. En het lezen uit de trouwbijbel begint vanavond met de eerste woorden van Genesis 2 vers 18 tot en met 24. Het witte lintje van Genesis. Die verwacht ik nog wel dat jullie kan vinden. En Prediker 4 vers 7 tot en met 12 waarin we lezen dat je elkaar nodig hebt en samen één bent. En dat is het gouden papiertje. En dat zit ergens tussen Johannes en Galaten. Dat komt vast goed. Alsjeblieft. God zegen. En dan wil ik vragen aan de vader van Jesse, aan Gerrit, om naar voren te komen. Om de twee teksten te lezen. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit de aarde al het wild levende dier, alle vogels, en hij bracht ze bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee en aan alle vogels en aan alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg en vulde die plaats met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw. En hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: eindelijk een gelijke aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Een die zal heten vrouw. Een uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder. En zich hecht aan zijn vrouw. Met wie hij één lichaam wordt. Prediker, daar zegt de prediker, ik vestigde mijn aandacht op nog iets, iets anders onder de zon. En ook dat is leegte. Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer. Maar toch zwoegt hij allemaal door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich af of ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Want dat is zeker. Samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van de vrienden valt, een van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig. Want er heeft niemand die hem op de benen houdt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met z'n tweeën houdt je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
Na de overdenking zingen we zo direct het lied van Mosaic Worship, Onze Schuilplaats is God. Het thema van de overdenking is Help, I Need Somebody. Geliefde familieleden en vrienden van Jesse en Eva, geliefd bruidspaar zelf. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feedback on the ground. Won't you please, please help. In de jaren 60 van de vorige eeuw schuift John Lennon van de Beatles, ik leg maar even uit wie dat was, voor de nieuwe generatie onder ons, deze zinnen voor het lied Help I Need Somebody. En John Lennon schreef dit lied op het moment dat hij leed onder depressies. Hij was eenzaam, hij had onzekerheid en angst. En hij schreef dat hij eigenlijk niet alleen kon zijn. Dat hij iemand nodig had dat als hij zou vallen, zou opstaan. En het is een understatement geworden, zeker ook vandaag de dag, dat je het als mens niet alleen kunt. Juist nu, in dit coronatijdperk, merken we meer dan voorheen dat we elkaar willen aanraken. Dat we elkaar willen ontmoeten. Dat er geknuffeld moet worden. Want als je alleen bent, dan kan je ook vanuit eenzaamheid je verdriet hebben. En wat er allemaal in de wereld gebeurt, blijft nog steeds onwerkelijk. Voor veel bedrijven en medewerkers is de toekomst onzeker. We zijn uit ons doen en alle routines staan op zijn kop. En daarom is het zo belangrijk om oog te houden voor elkaar. Juist in een crisis zoals nu zijn we op elkaar aangewezen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En daarom wordt er op ieders verantwoordelijkheid gerekend. We hebben elkaar nodig. En wie de Bijbel doorbladert, die merkt en leest dat deze vorm van naastenliefde het cement tussen de stenen is. Zonder de liefde kunnen geloof en hoop niets doen. In Genesis 2 lezen we al hoe de eerste mens, later Adam genoemd, een gelijke is. Hij kan niet terugvallen op een metgezel. God kijkt over Adams schouder mee. En vult zijn perfecte schepping aan met de komst van de vrouw. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past. En eigenlijk is dat een hele opmerkelijke conclusie in het begin van de Bijbel. Want in het eerste hoofdstuk lezen we dat God alles goed gemaakt heeft. Er staat zelfs, alles was zeer goed. En ondanks dat God en de mens een unieke relatie hebben, ontbreekt er iets. De mens heeft de ander nodig om in verbondenheid te leven. Zo heeft God ons bedoeld. Adam ontdekt dit als de dieren bij hem komen. En hij geeft de dieren naam, van groot tot klein. En met het geven van een naam krijg je identiteit, krijg je bestaansrecht. Maar in het geven van die namen groeit er bij de eerste mens een verlangen om zijn leven te delen met een gelijk. Toen zorgde God ervoor dat de mens in een diepe slaap viel. En terwijl de mens sliep, haalde God een van zijn ribben weg. Van die rib maakte God een vrouw. Toen bracht God de vrouw naar de mens en de mens riep, eindelijk, een mens net als ik. Ze is mijn eigen vlees en bloed, want ze is gemaakt uit een deel van mij. En ik noem haar voortaan vrouw. Man en vrouw zijn één. En het is bijzonder hoe ongecompliceerd die eerste namen zijn. Na de zondeval wordt de mens Adam genoemd en de vrouw Eva. Die namen drukken een bepaalde eenvoud uit. Maar ze krijgen een naam, ze krijgen identiteit, ze krijgen bestaansrecht. Ze worden door God gezien en gekend. Naam is heel belangrijk. En als je dan van Holland naar Bulten gaat, dan gebeurt daar iets mee. Dan moet je even aan wennen. Als je dan je naam zo hoort veranderen bij de burgerlijke stand. En je moet alles gaan veranderen. Je e-mail en je Facebook-accounts en weet ik het wat je allemaal moet gaan veranderen. Dan voelt dat toch raar. Het is de naam die je gekregen hebt van je vader en je moeder. En dat verandert. Bij Jesse gaat dat gelukkig iets anders. Ook jij had je naam zelfs kunnen veranderen. Volgens mij krijg je tegenwoordig een heel keuzemenu hoe je dat dan wil hebben. En daarmee geef je al aan hoe belangrijk een naam is. En als je een conflict hebt met iemand, in de straat of in de familie, en je zwijgt iemand echt letterlijk dood, door hem te noemen, hem of haar, van de overkant, dan negeer je iemand. Dan
heb je eigenlijk iemand buitengesloten. Je ontkent iemands identiteit. En dat gaat zo enorm in tegen de scheppingsorde. Omdat elk mens het nodig heeft om gezien te worden, om gekend te worden, om geliefd te worden. Zo heeft God de mens bedoeld. En dus is het eigenlijk heel mooi hoe John Lennon dat zegt. Help, I need somebody. En vanavond zijn we getuigen van twee jonge mensen die hun gelijken gevonden hebben. Adam zoekt Eva, Jesse vindt Eva. Al vanaf het allereerste begin zit het in de mens om op zoek te gaan naar iemand die naast je staat. Zodat je tegen je geliefde kan zeggen, lieverd, je hebt een witte sok aan en je hebt een blauwe sok aan. Maar zou je dat niet in het kader van de was, de witte was en de donkere was, gewoon twee witte sokken aan doen, lieverd? Of twee blauwe, bijvoorbeeld. Of dat de man op de bank zit en zegt, lieverd, ik heb dorst. Zij zegt, lieverd, ik ga voor jou een biertje halen. Toch, zo staat het in de Bijbel. Zo hoort het. Ja, ze is en blijft een hulp. Goed. Ja, ik doe nog niks fout. Toch. Maar goed, het mooie is dat dat niet alleen zo bij Genesis staat. Maar de hele Bijbel gaat zomaar door. Je hebt elkaar nodig. Prediker, Salomo. Ja, die wist zeker waar hij het over had. Die had ook meer dan 1000 vrouwen. Dus deze man had heel veel hulp in de huishouding en bij alles en nog wat. Maar die kon zeker weten dat het dus belangrijk is om niet alleen door het leven te gaan. En hij schrijft, je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Want in je eentje bereik je veel minder dan met z'n tweeën. Als je valt, helpt de ander je overeind. Als je het koud hebt bij het slapen gaan, dan is het ook lekker om met z'n tweeën te knuffelen en te doen. En als je samen bent op een eenzame weg, kan het zomaar zijn dat je wordt overvallen. Wilde dieren, zeker in die tijd, of door rovers. Maar met z'n tweeën kun je een tegenstander aan. Man en vrouw, ze zijn geschapen om een ander te zoeken. Om samen één te zijn. We komen voort uit die ene mens. Als je dat zo leest, dan staat er ook heel mooi, God maakte de vrouw uit de rib van de man. God had het anders kunnen doen. Hij had opnieuw stof kunnen pakken, zoals bij de eerste mens. Daar had hij een tweede mens uit kunnen formeren. En net als bij de eerste mens had hij de levensadem in de neus kunnen blazen. Klaar is Eva. Maar dat gebeurt niet. God neemt een rib uit het lijf van de man en bouwt de vrouw. De Joden hebben daar een hele mooie uitspraak over. Die gaat als volgt. Weet je waarom de vrouw niet uit het hoofd van de man is geschapen? Ze moet niet denken dat ze hem op de kop kan zitten. Weet je waarom de vrouw niet uit de voeten van een man is geschapen? Hij moet niet denken dat hij haar kan gebruiken als een voetveeg. Weet je waarom een vrouw uit de rib van een man is geschapen? Ze leren samen dat zij aan hem gelijk is. Hij kan zijn arm om haar heen slaan, om haar te beschermen. Hij kan haar aan het hart drukken om zijn liefde te laten voelen. Die uitspraak laat zien hoe God het bedoeld heeft. Sindsdien is de gebrokenheid, is de zondeval gekomen. Maar Jezus geeft zijn leven voor ons gezamenlijk geluk. Door zijn kracht mogen we leven en ons gedragen weten door God. Maar dat betekent wel dat je als mens moet investeren. Je moet elkaar leren kennen. Eén van jullie twee is begonnen met het hart van de ander te veroveren. Dus ik ga er even vanuit dat Jesse er alles aan gedaan heeft om het hart van zijn geliefde te veroveren. En daarin heeft hij geïnvesteerd. Hij zei tegen zijn vrienden, ik heb even geen tijd. Hij liet het biertje links staan. En hij ging alleen maar voor Eva op naar Eulensteen. Toch, Eva? Ja, want er gaat niks boven Rotterdam. En er heeft iemand iets meegenomen wat daar staat. Maar ik kan u zeggen, dat staat daar niet meer. Iets met een sjaaltje en een shirtje. Maar dat is opeens verzwonden onderaan een klein aansteker. Er moet toch licht branden, zeg ik dan altijd maar. Maar goed, hij ging naar Eulensteden, kwam in Rotterdam aan, zag ons Eva, zij ging lekker voor hem koken en de rest is geschiedenis. Maar als je iets voor elkaar over hebt, dan wil je alles voor die ander doen. Ja, daar gaan heel veel appjes overheen, daar gaan heel veel sms'jes en telefoontjes overheen en allerlei rooksignalen. Maar je probeert het hart van de ander te veroveren. En zo geldt dat ook van God voor ons. Ook Hij is erbij. Ook Hij wil jullie hart veroveren. Hij is dat derde koord wat zo mooi beschreven staat in het Bijbelboek.
En vandaag mogen jullie zijn zegen ontvangen. En God laat dat telkens zien aan zijn volk. Jeremia schrijft daar prachtig over als het volk bijna geen hoop meer heeft. Het volk leeft in Babel. Er is geen sprankje hoop meer. Dan zegt God, ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. En eigenlijk slaan die woorden van Jeremia 29 terug op dat eerste gedeelte van het eerst. God heeft Adam beste voor, geluk voor ogen, samen met Eva. Hij gaat met ze mee. Hij geeft ze zijn zegen, ook als het misgaat. En zo geeft God ons vandaag zijn zegen. En het is een geweldige belofte dat in goede, maar ook in kwaad dagen, God erbij is. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dat is een bericht, daar kun je wat mee. En zoals je het hart veroverd hebt van elkaar, zo mag je ook weten dat God zijn hart geeft aan jullie. Blok zijn bericht van liefde niet. Laat zijn trouw aan jullie een voorbeeld zijn voor jullie. En natuurlijk heb je je plannen, maar je hebt je dromen en je hebt je verlangens. Die mag je juist delen met elkaar en met God. Sluit hem niet uit, maar sluit hem in. Help, I need somebody. Ja, er komen ook momenten dat het misschien tegenzit. Dat er verdriet is. Dat je misschien afscheid van mensen neemt. En dat je je soms afvraagt of God wel bestaat. Dan heb je twijfel. Dat is heel normaal. Maar dan mag je het zeggen met John Lennon. Help, I need somebody. Dan komt de hulp van boven. En die hulp is de zegen die we elke zondag mogen ontvangen in een kerkdienst. Die zegen geeft God jullie zo direct. Ga met hem. Leef met hem. Zoek elkaar en zoek elkaar samen voor het aangezicht van de Heer. Amen. Laten wij zingen in ons hart, ons denken, in ons doen. Onze schuilplaats is God.
Adam en Eva, we zijn nu aangekomen bij het bevestigingsdeel van jullie kerkelijk huwelijk. Voordat jullie de zegen van God ontvangen, willen we eerst luisteren naar wat het huwelijksformulier ons leert. Voor de almachtige God, ten overstaan van zijn kerk, omgeven door ouders, familieleden en vrienden, spreken Jesse Bult en Eva Bolland uit dat ze voor elkaar hebben gekozen en vanaf nu met elkaar verbonden willen zijn als man en vrouw. Nog bijna alles van de toekomst is verborgen voor jullie ogen. Je kent nog niet het geluk dat op je wacht in de toekomst en ook niet het verdriet en de zorg die niemand van ons bespaard blijft. Maar wees ervan verzekerd dat Christus liefde en trouw jullie zal dragen. Heb elkaar lief, zoals Christus ons heeft lief gehad, wanneer je dag en nacht wilt leven voor elkaars geluk. Met heel je hart en met heel je verstand en met al je kracht. En zoals Christus zich voor zijn gemeente gegeven heeft, mogen jullie elkaar in liefde dienen. In wijsheid met elkaar leven. Leren elkaar te aanvaarden en te vergeven. Aanvaard elkaar zoals God ons aanvaardt. Wees elkaar tot een steun en een toeverlaat in al wat jullie zal overkomen. Zoek niet jezelf, maar zoek de ander. Deel alle dingen met elkaar, zonder de vrijheid van de ander te ontnemen. Sta elkaar terzijde, zonder de ander te overheersen. Wees trouw en bewijs elkaar liefde in goede en in kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in ziekte en gezondheid. Draag verantwoordelijkheid voor wie er aan jullie zorgen is en wordt toevertrouwd. Zet je in voor de samenleving waar je een deel van bent en laat je leiden door het evangelie. God is jullie genadig en hij zegent jullie met zijn vrede, genade en liefde. Ik wil jullie nu vragen om te gaan staan. Willen jullie antwoord geven op de volgende vraag? Jan Willem, Jesse Bult. Wil je voor God en iedereen die hier aanwezig is beloven Eva Bolland lief te hebben? Dat je blijvend deelgenoot wil zijn van haar leven? Dat je met haar gezegend wil zijn? Met haar wil gaan in goede en in kwade dagen? Beloof je haar te steunen in haar idealen, haar te waarderen en te inspireren? Wat is daarom jouw antwoord? Eva Annelies Bolland. Wil je voor God en iedereen die hier aanwezig is beloven Jesse Bult de liefde hebben? Dat je blijvend deelgenoten wil zijn van zijn leven? Dat je met hem gezegend wil zijn, met hem wil gaan in goede en in kwade dagen? Beloof je hem te steunen in zijn ideaal, hem te waarderen en te inspireren? Wat is daarop jouw antwoord? Trouw in het onder de water. Slechts op YouTube. Kan schelen. Ik wil jullie vragen om te gaan knielen. Ontvang van God zijn rijke en barmhartige zegen. Onze Heer, de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus, hij zegent je en hij behoedt je. En dat jullie in vrede
en vreugd zullen samenwonen tot een zegen van velen. Amen. In antwoord op de ontvangen zegen van God wil ik aan iedereen die hier aanwezig is te gaan staan, zodat we jullie de zegen mogen toezingen als het ware met de lieden en de woorden van Maasbach Worship, The Blessing. Is it?
zijn we bijna aan het einde van deze. Die Jezus, Gods Zoon, ons geleerd heeft. Vader, ik zal het aangeven in het gebed. En dat mogen we met elkaar hardop uitspreken. Laten wij ons nu richten tot God, onze Heer. Trouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat we zo getuigen mochten zijn van het ja zeggen van Jesse en Eva. Dat ze elkaar trouw beloven in goede en kwade dagen. Dat ze met u willen gaan. In hun leven, dat ze samen verder mogen doortrekken als het ware. Hun twee levens zijn door u samengevlochten. En u bent dat derde koord. En uw liefde, uw genade, uw vrede zal nooit van hen wijken. U geeft uw belofte aan hen. En zo, als u dat aan hun geeft, zo wilt u in ons leven van ons allemaal zijn. We mogen allemaal weten dat u erbij bent. Als het goed gaat, maar ook als er vragen zijn, of geloofstrijd, als er aanvechting is, als dingen moeilijk zijn, dan mogen we weten dat u erbij bent. Juist op die momenten, als je eigenlijk niet meer weet waar je het zoeken moet, dan mag je zeggen, Heer, help, I need someone. En uw Zoon is voor ons naar deze wereld gekomen. Hij heeft geleden aan het kruis. Hij heeft de dood overwonnen. Die overwinning bepalend voor ons doen, ons bestaan, onze identiteit vandaag. En Heer, zo bidden we u. Gaat u met ons mee. Vanavond, de dagen die voor ons liggen. Heer, wees u zo in ons midden. Gaat u met Jesse en Eva. Gaat u met de families. Ook de ouders. Terugkijken op een mooie dag. En dat het goed is dat ze zo hun weg samen gaan. Heer, wilt u bij ons zijn. Kom met uw liefde, uw geborgenheid, keer op keer. En zo mogen we bidden, de woorden die uw Zoon ons allen geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel. Alle vragen om te gaan staan. En we mogen gaan staan omdat God niet alleen zijn zegen geeft aan het bruidspaar, hij geeft het aan ons allen. Hij gaat met ons mee. En in aansluiting op die zegen zingen we zo direct het laatste lied van deze dienst, opwekking 807, My Lighthouse. Na het zingen van dit lied vertrekt het bruidspaar voor heel even. Zullen de ceremoniemeesters nog enige mededelingen met u delen. Maar nu mogen we ons richten op boven. Ontvang zijn rekenzegen, zijn genade, zijn vrede, zijn liefde. Ga je weg met hem. Mogen de Heer u zegen, u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u allen doen schijnen. U allen genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden. Want hij is de God die u en jullie allen zijn vrede. Amen.